Minister Sigrid Burleson van Handel en Industrie heeft vanmorgen de interdepartementale National Trade Facilitation Committee, NTFC, geïnstalleerd. Waarnemend onderdirecteur Yvette Rokadji is de voorzitter. Deze commissie moet erop toezien dat de WTO-handelsfaciliteringsovereenkomst wordt uitgevoerd. De installatie is een uitvloeisel van de 9e ministeriële WTO-meeting die in 2013 in Bali, Indonesië, is gehouden. Het ministerie van HI is de focal point voor handelsfacilitering in Suriname en is uit hoofde daarvan belast met de coördinatie en uitvoering van de overeenkomst. Trade facilitation is het vergemakkelijken van internationale handelsprocedures. De gedachte hierachter is dat alle activiteiten en formaliteiten die betrekking hebben op het collecteren, presenteren en verwerken van data, welke nodig zijn voor de goederenstroom in de internationale handel, snel en efficiënt verlopen. Er zijn verder initiatieven die de ontwikkelingslanden eigenlijk een beetje duwen in de richting van meer facilitering van de handel. En daar vloeit natuurlijk voort een belang voor de landen zelf en een belang voor de internationale gemeenschap. En het is belangrijk dat experts zich daarmee bezighouden en ook de juiste adviezen kunnen geven aan de regering om de internationale handelspositie van Suriname te begeleiden. Maar vooral ook om specifiek dat van handelsfacilitering om daar goede adviezen over te geven. We mogen dan denken aan meer transparantie bij het import en export gebeuren, meer informatie voor burgers, belanghebbenden, maar ook voor eigenlijk alle stakeholders in de keten van internationale handel. Indien de handelsfacilitering effectief en efficiënt wordt uitgevoerd, zal dat met name voor Suriname leiden tot een sneller afhandeling van goederen in het internationaal verkeer. Dit kan weer resulteren in onder andere verhoging van de overheidsontvangsten en verbetering van de economie. Volgens minister Burleson moet uitvoering van de overeenkomst vooral ervoor zorg dragen dat de concurrentiepositie van Suriname op de wereldmarkt wordt verbeterd. We hebben dus de taak om te kijken hoe wij zo snel mogelijk meer snelheid, minder procedure, maar vooral ook minder kosten kunnen realiseren, zodat uiteindelijk de handel beter gefaciliteerd wordt, zodat de kosten omlaag gaan, waardoor het voor de consumenten ook wel een betere prijs is, maar ook bij de export dat wij internationaal, dat onze bedrijven goed kunnen concurreren ten opzichte van andere bedrijven. Cross-border trade, internationale handel, is een must. Wij zijn een kleine economie. Het wordt vaak onderschat, maar juist omdat wij een kleine economie zijn, moeten we eigenlijk helemaal export georiënteerd worden. En gaan leren hoe wij een groter aandeel van de wereldhandel voor onze bedrijven kunnen realiseren. Aldus HI-minister Sigrid Burleson. Ze sprak vanmorgen op haar ministerie in verband met de installatie van de Interdepartementale Nationale Commissie voor Handelsfacilitering. De commissie heeft onder andere tot taak het adviseren van de HI-minister en het uitbrengen van adviezen over internationale notificaties van handelsfaciliteringsmaatregelen. Ook het voorbereiden van conceptwetswijzigingen of nieuwe wetsontwerpen betreffende de ontwikkelingen binnen de regionale en multilaterale handel behoren tot de taakstelling van de commissie.